om te zien dat jullie daar allemaal zijn. Een jaar geleden zou de eerste worldwide demonstration plaatsvinden, welke uiteindelijk werd verboden. Toen zijn we op eigen titel naar de demonstratie gekomen. En we wisten niet wat er zou gaan gebeuren. Deze dag is de zorg samen met de oud-militairen en veteranen, ondersteund door de SOVV Vredeseenheid, in Den Haag gaan staan voor de demonstranten om deze te beschermen tegen de politie. We vonden dit erg spannend, maar zo nodig. Zelfs op de Leidse Kade, toen we ingesloten stonden, bleef de sfeer goed. En de supporters op de Nassaukade. Lijkt me lastig om een held van de zorg te zijn. Vandaag applaus, morgen geklapt op het museumplein. Orbán had geen homo's, hij wil kids beschermen. Waren wij maar zo beschaafd in het Westen? Het is wel degelijk een complot. Ze maken je leven kapot.